weet niet waarom, maar ik ben hier best wel zenuwachtig voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Niels en ik sta hier naast de langste man van YouTube, Joost. En Joost heeft een probleem. Ja, dat klopt. Ik geef veel te veel drank weg tijdens uitgaan aan vrouwen die ik niet kan versieren. Ja, maar weet je wat het probleem is met die vrouwen? Ze zijn uitgekookt, hè? Ze zijn heel uitgekookt, inderdaad. Eigenlijk zijn het onze voorbeelden. Ze zijn zo intens gierig, gaan zonder ene cent naar de kroeg en weten altijd een biertje aangeboden te krijgen van de man. En wij gaan dit vandaag een keer omdraaien, ja. Want wij gaan een keer het vrouwtje uithangen. En yes, wat heb ik daar zin in, zeg. Dus wat gaan we doen? Ja. Wij moeten ervoor zorgen dat vrouwen ons een biertje aanbieden. Maar we mogen dat niet vragen. Nee. We gaan het niet vragen. Nee. We gaan gewoon heel lang uw gezeik gaan luiden. Oh, jezus. Hey, ik voel me hier, ik weet niet waarom, maar ik ben hier best wel zenuwachtig voor. Ja. Ja, het leukste is om met chicks te praten terwijl je in je eentje bent. Maar weet je hoe slecht ik überhaupt al ben in mijn eentje met chicks? Mijn geheime wapen is altijd, hier heb je een drankje. En die kan ik nu niet meer inzetten. Nou, dan wordt het wel een ander item dat ik jou ga leren versieren. Maar nu moet je terecht alleen doen. Fuck! Mag ik ook niet zelf één biertje voor moed? Nee, gozer, absoluut niet. Je bent een gierigaard, ja. Of niet. Oké. Okay. Iedereen zit. Iedereen zit op dat kut hier. Iedereen zit. Ja. Maar zou ik gewoon naast de bar zitten? Aan de bar zitten twee wijven. Ja, maar... Daar moet je naast gaan staan. Aan de bar zitten twee wijven. Ik ga daar gewoon lekker mee. Ja. Joost staat nu met twee chicks te lullen aan de bar. Waar de fuck moet je het over hebben? Out of the blue, kom je daar in één keer aan lopen. Wat zeg je dan? Ik stond deze man op een stijger. Ja, is heel lekker. Vrouwen. Oh, is vrouwen weer? Ja. Nee, is vrouwen door vrouwen. Ah. Drinken jullie veel bier? Drinken jullie veel bier? Kom hier, pa. Ja, dus. Ja, net ja. Vooral jij? Ja, ik kom hier wel vaak. Ik ben Joost trouwens. Hoi, Essien. Oké, het is nu een kwartier later. Hij staat er nog steeds, maar af en toe valt het gesprek gewoon dood. Dan staat hij hier zo en dan zijn zij gewoon met z'n tweeën aan het lullen. Ik ga heel veel hebben. Misschien moeten we gewoon door naar een ander koppel, want deze wijven die zijn echt te ziekelijk gierig. Die gaan niet werken. Die gaat gewoon niet werken. Laten we, ja, ik moet het eigenlijk gaan proberen nu, hè? Hi. Hi. Zo, lekker aan de gin tonics. Ja, maar ik wel. Op maandagavond. Jouw idee. Ja? Ja, je hebt wel smaak in ieder geval, je tonic stop. Ja, toch? Ja. Volgens mij opent Niels wel goed, want ik zie die chicks wel echt lachen. Ze hebben het wel echt leuk. Wat doe je hier in je? Ja, dat weet ik ook niet, joh. Wacht op die. Drankje scoren bij vrouwen. Nee, ja. Nou, ik heb ook een beetje tonic. Oh, echt? Ja. Nou, als je het aanbiedt. Ik heb er niks in. Nee, helaas. Nee, goed. Zo, ik heb veel bier gekregen, joh. Ja, we hebben allebei helemaal niks gehad. Nee. De conclusie is heel simpel. Vrouwen zijn er totaal niet happig op om een biertje aan te bieden aan de man. Nee, totaal niet. En nee. Daarom, wij mannen zijn veel chiller. Zullen wij gewoon lekker mannen gaan versieren? Ik wist dat jij dit ging vragen. Ja, ik... Maar ja, sorry. Dan moeten we uiteraard naar de Gaystraat van Amsterdam, de Regenlies dwars. Kijk of zij wel een biertje aanbieden. Dit is zo kut weer. Succes. Jij genieuwd. Zo geen zin in. Mijn naam is Ik ben
net heel veel naar binnen geweest. Hij trekt het echt niet. Hij vindt het echt niet leuk. Kan niet. Ik zag het al. Dit, het is te ziek. Als je daar in je eentje staat en je moet een man gaan versieren die in een groepje staat, dat kan ik niet. Nee, ik heb veel over voor gratis bier, maar dit gaat me te ver. Het spijt me. Ja, zou dat liefst me? Ik ga het ook niet doen, ouwe. Nee? Ik heb hier heel veel gekeken, sorry. Het is ook helemaal niks voor mij. Dit. Sorry, nee, nou ja, sorry. Je moet begrijpen. Ik ben geen anti-homo of zo. Ik heb Martijn notabene op zijn bek gepakt, maar die ken ik, weet je wel. Deze gasten ken je allemaal niet. Je voelt je echt een stuk vlees daar. Ik durf het niet. Het spijt me. Ik durf het ook niet. Maar mannen geven wel gewoon biertjes. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ja. En dat is ook gewoon is. We hebben het niet aan kunnen tonen. Klopt. Nou, ik heb het eigenlijk wel aangetoond. En dat wil ik je nu meteen verklappen. Wat? Jullie en ik zaten jou te filmen terwijl je aan het flirten was met die twee dames aan de bar. In die bar? In die bar. Okay. En toen heb ik samen met jullie een biertje aangeboden gekregen van de Quizmaster. Bewijs maar weer dat mannen geven gewoon biertjes. En zo is het. Willen jullie volgende week weer een nieuwe video zien? Dan moet je gewoon blijven kijken naar ons kanaal. En als je zelf ook iets te tweeten hebt dat je wil hebben, maar er geen geld voor hebt, dan kun je dat even op de social media plaatsen. Vooral Instagram werkt goed. #gierigegasten. Dat klopt. En vind jij volgende week veel te lang duren, dan hebben wij nog een video voor jullie op het kanaal van de Coke Fris Chicks. Dat we samen een aflevering maken. Superleuk. Martijn gaat daar zelfs naakt. Dus zeker even checken. De link staat in beschrijving. Yes. En dan zien we jullie volgende week weer. Mazzel. Later. Slaap je op mij of op jou? Ja, flikker op.